We staan hier eigenlijk aan de ingang van de huiskamer voor onze asielzoekers. Dat betekent ook dat iedereen die de trein op wil hier gecontroleerd wordt. Van asielzoekers tot leveranciers, tot medewerkers, tot klanten die gewoon voor de evenementlocatie komen. Nou, dat gebeurt hier achter me. En dan lopen we hier eigenlijk de kledinguitgifte magazijn in. Er wordt nu op dit moment volop het Rode Kruis ingericht, zoals je ziet. Echt een stukje Twents normerschap. Kom maar lekker door, hoor. Een stukje Twents normerschap. Allerlei acties worden er ontplooid. De kleding wordt hier gescheiden aangeleverd. Je moet je voorstellen, de asielzoekers die hier komen hebben echt helemaal niks. En op deze wijze kunnen we straks met de openingstijden ze van kleding voorzien. Ja, hier zijn we in een van de twee hoofdslaapvertrekken. Dit is het familiegebouw, zoals wij het noemen. We noemen het gebouw A. En hier kunnen straks families een eigen plekje vinden. Zoals je ziet, een mooi stenen gebouw. Mensen komen nu veel uit tenten, dus die gaan er echt heel erg mooi op vooruit. Ja, hier lopen we eigenlijk vanuit gebouw A, het familiegebouw, lopen we hun eigen natte ruimte in. Waar ze heerlijk warm kunnen douchen, hun was kunnen doen. Ja, zo zie je eigenlijk dat je dus lekker verwarmd binnendoor vanuit je slaapkamer kunt douchen, kunt wassen en ook de was kan doen. Ja, hier zijn we dan binnengekomen in het grootste paviljoen wat we speciaal gebouwd hebben voor de asielzoekers. Dit paviljoen blijft 24 uur per dag open. Hier kunnen de asielzoekers koffie, thee en water krijgen gedurende de hele dag. Een complete keuken ingericht waar 3 keer per dag voor 500 mensen vers eten bereid gaat worden. Dat betekent een ontbijt, een lunch en 's avonds een diner. Hier gaan we het hangar 18 in. Normale evenementlocatie nu helemaal omgetoverd tot mannenslaapplaats. 350 plekken. Eigenlijk hetzelfde systeem. Bedden kant-en-klaar, de blauwe zak met toebehoren om goed en comfortabel te kunnen slapen. Een lokkenkast, per persoon een eigen kast om privé spulletjes op te slaan. Nou, dat zijn allemaal spullen dus die ze gaan krijgen, want ze hebben eigenlijk helemaal niks. Voorzien van stroom, vuilnisbakje. Ja, klaar om de gasten te ontvangen.